Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag echt een mega leuk video voor jullie. Ik ga vandaag namelijk mijn eigen adventkalender maken. Ik denk dat iedereen wel weet wat een adventkalender is, maar ik zal het voor de mensen die niet helemaal precies weten nog even uitleggen. Een adventkalender die maak je eigenlijk in december tot aan kerst. En wat het eigenlijk inhoudt is, je maakt een soort van ding, dat kan van alles zijn, met elke dag een vakje per dag, waaruit je dan elke dag iets kan pakken. Ja, ik denk dat jullie straks wel beter gaan begrijpen wat het inhoudt, want ik vind het best wel lastig om uit te leggen. Ik ga vandaag mijn eigen adventkalender maken en die ga ik een beetje maken voor mijn moeder. Het leek me wel leuk om dit voor mijn moeder te maken, zodat ze in december elke dag een vakje kan openmaken en dat er dan iets in zit. Deze adventkalender heb ik gemaakt met spulletjes van de Action. De Action heeft gewoon een hele grote collectie qua knutselspullen ook. En het is allemaal helemaal niet duur. Je kan gewoon heel creatief zijn met Action spullen, want ze hebben gewoon ontzettend veel in de winkel. En buiten dat kan je natuurlijk ook nog je cadeautjes bij de Action kopen die in de adventkalender gaan. En zo ben je gewoon best wel goedkoop uit en hoef je niet mega veel geld uit te geven aan zo'n mega dure adventkalender. Want uiteindelijk gaat het om het idee dat je elke dag even een vakje mag openmaken en dat er dan iets in zit. Ja, ik ben mega excited. Ik ga ook de adventkalender aan het eind van deze video aan mijn moeder geven. En ik ben heel erg benieuwd of ze het leuk gaat vinden. Doe alvast eventjes je duimpje omhoog. Abonneer even op mij als je dat nog niet hebt gedaan. Ik maak 3 keer per week een video. En dat kan zijn een vlog, fashion video's, gewoon leuke praatvideo's. Kan eigenlijk echt van alles zijn. Heel erg leuk. Dus abonneer even op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we nu beginnen met de DIY. Wat heb je nodig voor deze DIY? Als eerste heb je 3 van deze kerstboom kaarthouders nodig. Dan heb je ook nog tie ripjes nodig. Deze giftboxes, er zitten er 6 in per doosje. Dus je hebt uiteindelijk 24 doosjes nodig. Dan nog een leuk cadeauzakje. Dit wordt eigenlijk een soort van de piek. Je hebt ook nog wat extra knijpertjes nodig. Want op de kerstboom zelf zitten er helaas niet genoeg. En natuurlijk cadeautjes om erin te doen. Dit kan natuurlijk van alles zijn. Het eerste wat je gaat doen is de 3 kerstbomen aan elkaar vastmaken. Zodat het een soort van 3D kerstboom wordt. En dit maak je aan elkaar vast met behulp van tie-ripjes. Dit werkt super goed. Het blijft daardoor gewoon echt heel goed staan. Dus en het is gewoon heel erg makkelijk op deze manier. Vergeet niet om de draadjes af te knippen, want dit ziet er natuurlijk een beetje raar uit. En dat willen we natuurlijk niet. En dit is dan hoe de kerstboom eruit ziet als je ze aan elkaar vast hebt gemaakt. Dan halen we de kaartjes van de kerstboom af, want die hebben we eigenlijk niet nodig voor deze DIY. Dan pakken we de giftboxes erbij en dit is hoe een giftbox eruit ziet. Ze zijn best wel klein, maar op zich past er nog best wel wat in. Dus dat is heel erg fijn. 4 giftboxes in de doos zijn al in elkaar gezet, maar 2 moet je er zelf even in elkaar zetten. Maar dit is echt super makkelijk. Het spreekt eigenlijk gewoon voor zich. Maak dan alle doosjes open en haal het labeltje ervan af. Dat doe je zodat je natuurlijk de cadeautjes erin kan doen. Dit is wel heel eventjes een werkje om al die doosjes open te maken en al die lintjes eraf te trekken. Maar goed, op zich is het zo gedaan. Uiteindelijk heb je dus 24 doosjes en 24 labeltjes. En wat je dan gaat doen is op de labeltjes de nummers 1 tot en met 24 opschrijven. Ik heb dit met een zwarte en een rode marker gedaan. Daar kan je natuurlijk helemaal creatief in zijn. Dan gaan we de cadeautjes erin gooien. Ik heb dit super random gedaan. Ik heb gewoon steeds alles in een random bakje gegooid. Zodat ik uiteindelijk zelf ook niet meer wist in welk bakje wat zit. Dus mocht je nou een cadeautje hebben wat niet in het bakje past, knip dan gewoon een beetje de randjes weg of de verpakking gewoon weghalen. En gooi het er dan in. Super makkelijk. Als alle cadeautjes erin zitten, dan doen we de doosjes dicht en gaan we de labeltjes eromheen hangen.
Dan gaan we nu beginnen met de cadeautjes ophangen aan de kerstboom. Dit was op zich best nog wel een lastig klusje, want ik moest ongeveer 8 doosjes per kant. En dat is gewoon best wel veel. En sommige doosjes die bleven gewoon niet zo goed hangen. Dus dit is wel eventjes een werkje. Maar het is wel te doen. Uiteindelijk heb ik alle pakjes er gewoon aangekregen. En ik heb er ook nog een paar met tie-ripjes vastgemaakt. En dit is dan hoe het eruit ziet als de pakjes eraan hangen. Wat we dan gaan doen is het cadeauzakje vullen. Ik heb er nu gewoon 1 parfummetje van de Action in gedaan. Maar deze kan je natuurlijk met veel meer dingen vullen. Dit cadeauzakje gaan we eigenlijk bovenop de kerstboom hangen als een soort van piek. En het is natuurlijk ook de 25e dag. Dus ja, het mooiste cadeau, want dan is het natuurlijk kerst. En dit is dus hoe uiteindelijk de kerstboom eruit ziet. Ik vind hem echt zo super leuk geworden. De adventkalender is klaar. Zoals je kon zien is het echt super makkelijk om te maken, maar het ziet er wel echt mega leuk uit. Dus ja, het ziet er gewoon ook nog eens heel erg leuk uit om deze neer te zetten. Mijn moeder is nu niet thuis, maar ik ga hem natuurlijk wel straks aan haar laten zien. Deze video is dus alleen heel erg vroeg opgenomen, dus het is nog helemaal geen december. Dus ze mag nog niks openmaken, maar check vooral even mijn weekvlogs, want daarin zal ik het er elke dag laten openmaken. Dus ja, ik ben super benieuwd of ze hem mooi vindt. Ik ben er echt super blij mee. Ik vind hem echt heel erg leuk geworden. Dus ja, we gaan straks eventjes kijken hoe mijn moeder erop reageert. Mam, ik heb iets voor je gemaakt. Ik ga het laten zien. Kom, mam. Ah, hij is wel leuk. Leuk, hè? Ja. Je mag natuurlijk nog niks openmaken, want het is geen december. Maar hij is super leuk. Leuk, hè? Ja, maar het is echt super. Voor jou mag je elke dag in december iets openmaken. Spannend! Nou, zoals je zag is mama er heel blij mee. Ik heb trouwens even een andere trui aan, maar het is nog steeds dezelfde dag. Maar goed, zoals je zag was mama er heel erg blij mee. Dus ja, ik vind hem ook heel erg leuk geworden. Dus ja, dan was dit de video alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mocht je het nou leuk vinden om ook zo'n adventkalender te maken, doe dat dan even en tag mij dan even op Instagram. En zet deze hashtag dan even bij je post. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doei!